Vandaag, deze week, gaan we eens een keer wat met linzen doen. Linzen zie je eigenlijk ook niet zoveel op de kaarten staan. En ik vind wel, wij maken hier best wel veel linzensoep. We hebben nu ook een gerechtje met linzensalade. Ik laat zien hoe je linzen opzet, hoe je ze afkookt en daarna hoe we ze serveren. Ik laat even kort zien. Ik heb hier een pan. Dit zijn de groene linzen. Je hebt ook nog een lichtere kleur, maar je hebt eigenlijk linzen in honderden soorten. Je hebt ook oranje linzen. Dit zijn linzen van de Puy. Dit zijn wat hardere linzen. Deze hebben we al een minuutje of 25 à 30 nodig om ze gaar te koken. Als je bijvoorbeeld die oranje linzen hebt, zie je ook veel in de keuken van het Midden-Oosten. Die zijn heel snel gaar. 5, 6 minuten al. Voor mij hoeft ze niet een nachtje te weken. Een uitje. Een stukje wortel. Ik gooi er een bourguet carnie, gewoon smaakstof bij. Je zou hier bleekselderij of een stukje knolselderij. Ik heb hier een lauriertje, dat is lekker. Knoflookje. Als wij witte bonen afkoken, doen wij dit er ook altijd bij. Dit is bouillon, groentebouillon. Gewoon water opgezet met al het afval. Dus schillen van wortels, knolselderijs. Maak wel bouillon van. Royaal onderzetten. Klein beetje zout. Dan gaan we deze afkoken. Nu geef je die linzen al smaak mee. Ik gooi er ook nog een stukje bleekselderij bij. We hebben deze opgezet. Die gaan we dus 25 tot 30 minuten koken. Maar dan niet keihard, gewoon rustig laten koken. Sommige groenten wil je een bite in hebben, doppetjes of tuinboontjes. Maar linzen moeten gewoon gaar zijn. Wat heb ik nu gedaan? Anders duurt het een beetje lang zo'n filmpje. Ik heb ze gisteravond al even afgekookt. Ietsje meer, dat heb ik meteen voor de lunch voor zometeen. En in plaats van, ik heb hier gisteren een gele wortel in gegooid. Dan komt het er een beetje zo uit te zien. Wil je nou linzensoep maken, kook je ze nog iets schalen. En dan gooi je hier crème fraîche bij. Crème fraîche. Een litertje crème fraîche. Een zuur, aceto balsamico. Olijfolie. Een staafmix erin, door een zeef. Hebben we linzensoep. Dus als je ze te gaar kookt, maak je er gewoon soep van. We hebben alleen de linzen nodig. Dus waar we ze af hebben gekookt, of de wortels, die doen we weg. Dus we hebben alleen dit nodig. Die allemaal van tevoren doen. Kijk, nu zijn die linzen afgekookt, zijn lekker. Je moet er wat meer mee doen. Dus we gaan daar een garnituurtje doorheen snijden. Ik heb hier wat kleine tomaatjes, zo doen wij het altijd. Ik heb hier tomatensap, olijfolie, sherryazijn. Ik doe een klein beetje zuur er tegenaan gooien. Ik heb hier wat wortelblokjes. Die wortels snij je gewoon winterpeen, plakjes. Daar zijn we kleine blokjes van. Die kun je even afkoken, maar als je ze gewoon fijn snijdt, kun je ze ook wel rauw er doorheen doen. Dus doen we een worteltje doorheen, een uitje, een slotje, die snipper ik eventjes. En als bieslook, platte peterselie, ik gebruik hier alleen maar platte peterselie, nooit krulpeterselie. Dat vindt veel meer smaak aan. En dragon, dat vind ik lekker. Als je nou een van die drie niet kan vinden, maakt niet zo heel veel uit, dan pak je gewoon een koriander, als je iets bijvoorbeeld, ik noem wat linzen met guacamole en koriander, een beetje Mexicaans, kan ook heel goed. Dan gaan we allemaal een beetje fijn snijden, even met een goed scherp mes. Zo fijn mogelijk, die bieslook. Peterselie. Nou, voor mij hoeft het dus niet ragwijn, die peterselie. Ik vind altijd platte peterselie lekker als het iets grof. Een shallotje. Ik kan ook een uitje pakken of een rode ui. Koks werken altijd met shallotten. Half shallotje is goed. Een paar tomaatjes, snij ik in vieren. Ik wil ook rode pakken, dat maakt niks uit. Klein beetje dragon. Pluk hier even een paar takjes. Een
hebben we wortel, bieslook, peterselie, een shallotje, een uitje, een rode ui, een tomaatje, een klein beetje dragon. Stom. Ik heb hier nog wat knoflookolie, dat is ook altijd wel lekker. De linzen. We gaan ze nu warm bereiden, omdat het nog koud is. En dit zou je ook gewoon koud kunnen doen. Pan op het fornuis. Olijfolie, niet te sterk olijfolie. Royaal olijfolie. Ik wil eigenlijk dat die linzen er gewoon heel fris uit gaan zien. Dat het niet een grauwe slade wordt, maar gewoon dat het er vanaf spat. Gewoon een klein beetje tomatensap. Ik kook je altijd een beetje op gevoel, dus nooit echt met veelheden. Drup je sherryazijn, dat is wel belangrijk. Door zo'n zuur haalt hij die linzen omhoog, de smaak van die linzen. Je zou natuurlijk die shallotjes eerst aan kunnen zetten en dan de linzen erbovenop. Hè? Dat je eerst... Maar ik vind het juist wel lekker dat die shallotjes nog een beetje dat rauwe en dat witte hebben. Dit is gewoon een basis, hè? In plaats van aardappelen of in plaats van rijst of doen we een keer linzen. Wij gaan het zo meteen, maak ik het af. Iets wat wij heel veel verkopen hier zijn runderwangetjes. Kijk, dit zijn wangetjes in die stoofje, net zoals je haché vlees maakt of zo. Kijk, dan krijg je, zie je het? Ja, kan ik wel eens een keer laten zien hoe je dat maakt, trouwens, runderwangen. Die maak ik warm in de jus. Nu zie ik toevallig dat we die jus, hè? Ja, een beetje jus erbij. Maar je zou bijvoorbeeld ook linzen, halve avocado, tegenhouden en dan... Halve avocado, koude linzensladen erop en dan bot taco's erbij. Heel grappig. Deze in een bord, een stuk kabeljauw erop en dan is ook lekker. Ja, dit ziet er gewoon heel fris uit, hè? Dus knoflook, gewoon teentjes knoflook doordraaien met olie. Die doen we er heel veel bij, hè? Mag best wel één ingrediënt weglaten. Zand los zo. Met het vocht erbij. Het is heel erg bistro, jongens. Dit bistro. Zo'n runderwangetje erop. Van de plaatselijke bakker. Volgens kan nu nog net eventjes. Hè? Dus deze tijd van het jaar. Een salade van linzen. Runderwangetjes. Nou, we kunnen ook kabeljauw op doen. Of met avocado. Een beetje brood, lekker glaasje rode wijn erbij, met dit gerecht. Pinot Noir zou ik hierbij drinken, maar